Mevrouw Verweij, er zijn vragen over de veiligheid van het drinkwater in het binnenland. Hoe veilig is het drinkwater? Ik weet niet hoe veilig het drinkwater is op dit moment in het binnenland, omdat ik zelf niet beschik over enige gegevens. Mm-hmm. Maar er is wel een terechte concern of een bezorgdheid over de veiligheid van drinkwater. Omdat, nou ja, iedereen weet het nu al, het is het drinkwater. Laten we specifiek zijn, het drinkwater voor de mensen in het Bronsweggebied, dat wordt onttrokken uit het Stuwmeer, waar er op dit moment sprake is van een mogelijke contaminatie. Dus dat is een terechte concern op dit moment. Oké, en als u zegt concern, waar moeten we aan denken? Waar je aan moet denken is dat de mensen terecht hebben aangegeven van ik ben bang om het water te drinken, ik weet niet of het veilig is, et cetera. En dat is begrijpelijk, omdat je moet bedenken, uit hetzelfde Stuwmeer, we praten over het Stuwmeer, hè, dat is de waterbron. Dat betekent vandaar wordt het water onttrokken door het drinkwaterbedrijf en gedistribueerd aan die mensen in het Bronsweggebied. Maar in hetzelfde Stuwmeer zijn er verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Je hebt mijnbouw, je hebt toerisme, transport, noem maar op. Dus hetzelfde meer kent verschillende gebruikers. En op dit moment is er dus onderzoek gaande, instanties, omdat er dus mogelijk cyanide geval kan zijn. En op basis daarvan zeggen de mensen, of heb je die bezorgdheid van, als het in hetzelfde meer, ja, in ieder geval mogelijk is, en uit hetzelfde meer komt mijn drinkwater, wat moet ik dan doen? Of hoe veilig is dat? En dat is begrijpelijk. Ja. Wat zou u als waterdeskundige de mensen adviseren? Wat mijn persoonlijk advies is, of wat ik zelf denk, is wanneer er mogelijke contaminatie is, dat is overal, bij elke waterbron, de mogelijke contaminatie. Het eerste, de procedures die ik ken, of die waarvan ik weet dat gangbaar is, is dat je de inname stopt. De inname stoppen betekent niet dat het onveilig is of veilig. Je doet het uit voorzorg. Hè? Okay. Je neemt voorzorgsmaatregelen, je stopt de inname. Je laat de desbetreffende autoriteiten hun onderzoek verrichten totdat er een rapportage eruit komt. En aan de hand van een rapportage, dan kan je verdere acties ondernemen. Maar procedure is stop de inname, omdat je het niet weet, want je bent gezamenlijke gebruiker, toch? Je hebt hier ook je eigen monitoring. En het hoeft niet zo te zijn dat het gecontamineerd is, maar er is altijd een mogelijkheid. En alhoewel het misschien niet gecontamineerd is, je hebt nog steeds mensen waarmee je deelt, toch? Ja. Mensen moeten een bepaald vertrouwen hebben om het water te gebruiken. En misschien is het moeilijk voor anderen om zich dat in te beelden, maar als je daar bent, dan waarschijnlijk zou je hetzelfde denken, zou het water niet willen gebruiken. Ja. En dat is begrijpelijk. Ja. Toch? Dus je zou procedure, stop de inname, zorg voor een plan B. Voorzie de mensen voorlopig van andere bron van een drinkwater. En dan laat je de autoriteiten en de terzakendeskundigen omtrent dat milieugeval hun rapportage doen. Wanneer hun rapportage gedaan is, tegelijkertijd doe jij ook je eigen monitoring, want dat is altijd goed. Ja. Dan heb je bewezen en dan heb je overbruggingsperiode. Toch? En dan kan je de mensen op basis van feiten, gegevens, data overtuigen van we hebben de hele periode gemonitord, je hebt een rapportage van de terzakendeskundige, hoe gaat het verder? En dan ga je daarna denken over het vervolg. Want, net wat ik eerder zei, je moet niet uit het oog verliezen dat je een gezamenlijke gebruiker bent. Dus er is altijd een contaminatiegevaar, omdat we praten over oppervlaktewater. Okay. Toch? Nu is het naar buiten gekomen, omdat er waarschijnlijk een kleurverschil is geweest, noem maar op. Maar je andere soorten contaminanten ook. Oppervlaktewater is altijd een makkelijke contaminatiebron.
toch? Omdat het blootgesteld wordt. En dan ga je, wanneer het rapport of het onderzoek wat eruit mag komen, dan ga je daarna kijken voor een duurzame oplossing. Ga ik verder met mijn oppervlaktewaterbron of ga ik kijken naar alternatieve drinkwaterbronnen? Weet je, ik ben geweest in het gebied, ondernemers hebben problemen. Oké, okay. Welke problemen? Bijvoorbeeld, daar praat ik bij voor de ondernemers die eethuizen hebben. Mensen vertrouwen dat water niet. Eerste vraag, ik was daar. Eerste vraag, die ondernemer zei, eerste vraag, zo'n water dat je gebruikt. Weet je, en die ondernemer heeft heel veel geld geïnvesteerd in zijn eetzaak. Ik heb zelf gezien, het is een heel mooie plek. Weet je, en de ondernemer heeft me gewezen. Hij heeft zijn hele watersysteem ontkoppeld van van het reguliere systeem. Ja, ja. En hij heeft zelf met behulp van regenwaterfiltersysteem, okay, heeft hij moeten opzetten zodat zijn onderneming draaiende kan. Ja. Omdat hij terecht aangeeft, dit is mijn leven, ik heb niets meer in Paramaribo, ik heb alles verkocht, ik ben verhuisd naar hier, ik heb mijn eetzak opgezet. Dus als de mensen het water niet vertrouwen en mijn eten niet kopen, dan is het afgelopen voor me. Ja, ja. Toch? Ja. Dus en dat soort dingen, daarmee moeten we rekening houden. Want we kunnen één proberen om door te drammen en de mensen zeggen het water is veilig, veilig. Maar als ze het niet gebruiken en als het vertrouwen er niet is, dan moeten we kijken wat kan wel. Okay. En dat is die alternatieve watervoorziening voor de overbruggingsperiode. Ja. En dan gaan we daarna kijken hoe verder. Weet u misschien, indien het water gecontamineerd is en het geconsumeerd zou worden, wat gebeurt er met voor zover ik weet, als er natuurlijk meer is dan toegestaan, want in drinkwater, je hebt richtlijnen, toch? Ja. Je hebt WHO-richtlijnen, je hebt Europese richtlijnen, noem maar op, toch? En als het die waarde overschrijdt, dan is het... dat heeft het negatieve gevolgen voor de gezondheid. Mm-hmm. Je hebt klachten. Ik denk dat het ministerie van Volksgezondheid heeft ook al, geloof ik, hoorde ik op het nieuws, de artsen in kennis gesteld van let op een cyanide vergiftigings. Okay. Verschijnselen. Ik denk dat ik las buikpijn of braken en dat soort dingen. Maar ja, het is er. Mm-hmm. Toch, weet je, als je het consumeert, ga je gezondheidsproblemen krijgen. Oké. Dat is van het binnenland. Nu zijn mensen die zich ook zorgen maken over het water in Paramaribo. Drinkwater in Paramaribo, is dat terecht? Nee. Ik zou niet zeggen dat dat een terechte bezorgdheid is. Waarvoor we ook moeten waken. Ik denk dat we ook ervoor moeten waken om zomaar of een... ongevalideerde dingen, de media, of dat bedoel ik niet de normale media, maar ook social media. Ik zie die berichten voorbij komen. Kijk, we hebben er geen van alle baat bij om paniek te zaaien of dingen te roepen of wat dan ook. Sowieso is het belangrijk dat mensen geïnformeerd worden door de desbetreffende autoriteiten. Omdat je dan anders te veel ruis krijgt in de media of onder de samenleving. En dan kunnen mensen niet meer filteren. Wat is nou waar, wat is niet waar? En zolang je op dat punt komt van dat mensen beginnen te twijfelen wat is waar, wat is niet waar, dan begin je het publiek te verliezen. Toch? Want daar heb je de Facebook-deskundigen die hun theorieën hebben, daar heb je de echte deskundigen en dan gaan mensen overweging maken van welke ga ik kiezen. Ja. Toch? Wat belangrijk is om te weten, ik heb het woord al laten vallen eerder, waterbron. Van waar komt het water dat jij consumeert? En ik vind het best triest om te constateren dat heel veel mensen nog niet weten waar het water dat wij drinken vandaan komt. In Paramaribo, 90% van de drinkwatervoorziening, more or less, in Suriname, of laten we zeggen in de kustvlakte, wordt voorzien van grondwater. Ja. Je hebt hier de Stations Republiek, je hebt Van Hattenweg daar op Lelydorp, je hebt Helena Christina, noem maar op, Blauwgrond, Leesweg. Toch? Het water wordt opgepompt uit de grond, we noemen het grondwater, lagen, aquifers.
Dus dat heeft helemaal niets te maken met wat er gebeurt nu in Brokopond. Er zijn twee hele verschillende, totaal verschillend. De mensen die zich terecht zorgen mogen maken, zijn de mensen die voorzien worden van de waterbron van het Stuwmeer. Drinkwater in Paramaribo, groot Paramaribo kustvlakte. Misschien hebben ze andere klachten, maar dat is totaal iets anders dan cyanide, de klachten van het binnenland. Dat zijn andere klachten die ze dan moeten gaan deponeren bij hun drinkwaterbedrijf. Ja. Oké, en dan nog een vraag. Ik hoorde de mensen in het binnenland ook zeggen in interviews. De mensen in de stad die zijn niet helemaal gevrijwaard, want het water uit de Stuwmeer stroomt door de Suriname rivier richting de zee. Moeten we ons zorgen maken als het gaat om de Suriname rivier? Het water stroomt altijd. Water stroomt uit het binnenland naar de zee. Ja. Ik weet nog niet als we ons zorgen moeten maken. Daarom verwijs ik nog steeds naar... Laten de deskundigen hun werk doen. Laten ze de autoriteiten zijn nu bezig, heb ik vernomen. NIMOS, noem maar op. Ik geef altijd in interviews aan... we moeten niet wachten op calamiteiten om te monitoren. Altijd heb ik het gezegd. Monitoren je data. Maar we hebben dat probleem in Suriname. We wachten wanneer er wat is gebeurd. Mm-hmm. Dan gaan we punten nemen. En dan daarna dan zijn we weer stil. Als je data hebt, als je monitort, dan kan je praten. Yeah. Dan weet je wat er gebeurt over de strekking van de rivier. Toch? Het hangt ook vanaf waar van de rivier ga je meten. Toch? Wat gebeurt er? Bijvoorbeeld als je bij de monding beneden loopt, ja. Dat is richting even beeldvorming, bij de bosbrug daar aan die kant. Daar heb je nog invloed van eb en vloed. Dus als je daar meet, moet je daar ook rekening mee houden. We moeten weten van hoe gedraagt cyanide zich in stromend water, als we nu praten over dat cyanide gevaar. Mm-hmm. Want nu praat iedereen over cyanide. Ja. Maar er zijn zoveel andere contaminanten die in het water, ook vanuit het Stuwmeer komen, maar ook gewoon in de stad zelf. Ja. Er zijn zoveel verschillende contaminanten die ook schadelijk zijn. Zoals? Je hebt kweek, je hebt... Kijk naar al die bedrijvigheid in de Suriname rivier, schepen, je hebt boten, je hebt mijnbouwproducten, je hebt houtkapproducten, je hebt boten die transporteren. Recentelijk was er nog ook een probleem van die olielek in de Suriname rivier. Dat soort dingen, dat bedoel ik. Waar is de data? Hier in Suriname hebben we zo'n cultuur dat data geheim is. Ja. We kennen dat principe niet van open source data, zodat andere wetenschappers, andere mensen die data kunnen gebruiken, toegang hebben, analyseren, zodat ook zij hun bijdrage. Want kijk, nu vraagt u me over de drinkwaterkwaliteit. Ik heb die data niet, ik weet het niet. Heeft u gevraagd naar de data? Ja, maar ik heb nog niet gehad. Okay. Maar kijk ook andere mensen die een specialist zijn, je hebt waterkwaliteitsspecialisten, want nu praat ik alleen over de drinkwater. Water, je hebt waterkwaliteit voor het ecosysteem. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten, het is een Stuwmeer, je hebt ecosysteem daar, je hebt Bronsberg daar, je natuurreservaat is, wat gebeurt er allemaal daar? Maar we moeten toegang hebben tot die data, toch zodat wij ook onze bijdrage kunnen leveren op dat gebied. Elke specialist op zijn gebied. Ja. Maar dat is een valkuil van ons in Suriname. Data is geheim, mag niet publiek vrijgegeven worden. Dus dan weet je niet wat er gebeurt. Dank u wel, mevrouw Verwij. Graag gedaan.